Ik realiseerde me wel heel snel dat dit gebeurd is. Daar heb ik geen keuze in gehad. Maar de manier waarop ik nu ervoor ga kiezen om hiermee om te gaan, daar heb ik wel een keuze in. Op 13 juli 2014 verandert het leven van Janke in één klap. Haar vriend Stefan wordt midden op straat in Amsterdam doodgeschoten. Hij blijkt het slachtoffer van een vergismoord. De dader zag hem aan voor een bekende crimineel. Na de eerste shock en horror en therapie, ging ik een beetje op zoek naar contact met mensen met dezelfde instelling. Er zijn echt legio-fora um, waarin het, het uh, oh wat zijn we zielig aspect heel erg de nadruk heeft. En dat wist ik wel, dat ik zielig was. Ik wilde juist iemand die een beetje kon lachen om mijn grove grappen en een beetje een peper in mijn kont kon duwen. En dat vond ik niet. En dus is Janke haar eigen online magazine gestart met de ironische titel Het is om te janken. Op de website vind je heel veel uh, informatie, maar ook heel veel inspiratie. Interviews met vrouwen die iets heftigs hebben meegemaakt en nu gewoon weer glimlachen en een fijn leven hebben. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Janke hoopt dat het anderen kracht geeft om verder te kunnen. Met haarzelf gaat het nu goed, maar dat is wel hard werken. Ik vind mezelf nog steeds soms hartstikke zielig. En dan lig ik ook te zwelgen op de bank. Maar het heeft niet de overhand. Ik wil niet, weet je, ik heb nog 60 jaar als het me gegeven is. En die kan je of huilend op de bank doorbrengen. Of je kan proberen er wat van te maken. En ik heb gekozen voor het laatste. En dat gaat niet vanzelf.